Dag lieve heidetjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe UHC Survival. En het is alweer een tijdje geleden sinds we dit gedaan hebben. Maar de laatste keer, nou, dat is dus een aflevering 2, heb ik dus bijna geen levens overgehouden. Dus, en daarom heb ik ook besloten dat ik deze aflevering wat meer ga knippen. Aangezien ik, aangezien het anders gewoon veel te saai wordt en ik moet heel erg voorzichtig doen met lopen. En ik kan eigenlijk niks, maar ik ben eigenlijk een soort van verplicht dingen te doen. Dat zul je allemaal verder in deze aflevering zien. En ik zal af en toe knippen en af en toe wat voice-overen. En dan wens ik jullie veel kijkplezier. Oké, we zijn er dan weer bij aflevering 5 van UHC Battle. En als ik nu naar buiten loop, staat de skeleton om de hoek, ga ik echt janken. Nee, we moeten dus, we zijn gewoon verplicht, hè. We moeten gewoon per se naar coördinaten 0,0 gaan. En welke kant is dat eigenlijk op? Volgens mij staat die kant op. Het is deze kant op. Maar ik kan ook gewoon geen fall damage nemen. Geen hits kan ik nemen. Ik kan helemaal niks, basically. Maar het is wel jammer dat ik nu dus verplicht ben om daar naartoe te gaan. Oh, ik weer bijna, joh. Ik moet echt oppassen. Eén keer vallen en ik ben dood. Eén klein beetje damage. En ik ga eraan. En dat willen we natuurlijk niet. Ik kan gewoon rennen. Ik heb zat eten. En ja. Wat zal in ons pad komen? Zal in ons pad komen? Oh, ik schrik echt van elke twee hoge jump die ik maak, per ongeluk. Nou, zo zijn we dus een tijdje doorgelopen. En uiteindelijk werd het dus nacht natuurlijk. Want zoals je al aan de zon hier ziet, zit hij al redelijk laag. En ik moest dus eigenlijk een soort van shelter zoeken. En dat zul je hier zien. Hier een hol maken. En dat hol, dat duurde niet zo lang. Toen kregen we dit te zien. We mogen er bij de spawn pas heiden. En het was fucking nacht. En ik had geen idee wat ik moest doen. Dus toen ben ik dit maar gaan doen. We gaan gewoon recht naartoe graven. Fuck deze. Denken ze nou serieus dat ik daarheen ga lopen? Dat dacht ik even niet. En wat denk je? Dat ging ook niet totaal vlekkeloos. Want die kwamen gewoon mobs tegen. Die kwamen gewoon van boven het land. Heb ik per ongeluk een gat gemaaid. En die wilde gewoon naar beneden komen. Dan had ik nog geluk dat het geen skeleton was. Anders had ik hartstikke dood geweest. En toen heb ik toch nog maar besloten om, mocht het nou wel of niet, gewoon even te campen in dat kleine hokje totdat het dag was. Want anders had ik het gewoon nooit overleefd. Nou ja, ik besloot toen toch maar dat ik toen nog maar eventjes moest hakken. Ook al wou ik gaan campen, ik dacht ik moet toch wel een beetje dichterbij komen, anders gaan ze echt moeilijk lopen doen. En ja, ik ben gaan graven totdat het dag werd. Nou ja, vanuit daar ben ik nog wat moeilijke obstakels overgegaan. En gevaarlijke ook. Want op sommige punten had ik gewoon één keer slaan. Of één keer een zombie of één keer een skeleton. En ik had gewoon hartstikke dood geweest. En daar was het dan eindelijk. Ik was aangekomen bij de spawn. En eenmaal aangekomen zag ik daar mensen op de berg staan. En dat waren niet twee mensen, het waren twee teams. Er zat ook nog een holletje onder. En ik dacht, ik ga hier niet op in. Ik ren weg. En tijdens het rennen bedacht ik me iets van, ik kan wel weg blijven rennen, maar dat heeft ook geen zin. Dus ik bedacht iets beters. Ik ga me verstoppen. En laat ik nou net toevallig heel slim steen gebakken hebben. En dit was het moment waar ik echt bang werd. Want ik zat daar dus in een 2x1 holletje. Wisten ze waar ik zat, dan hadden ze me gewoon kunnen afmaken. Maar gelukkig zag ik alleen maar hun nametags, ze liepen ze gewoon voorbij. Ze zagen me niet. Ze hadden ook gewoon niet verwacht dat ik steen bij me had. Oftewel, GG well played. Ja, natuurlijk kwam er een gevecht tussen die twee teams die daar boven op die berg stonden. En natuurlijk verloor Jurgen. Wat had je verwacht? Serieus, die gozer die kan echt niet PvP'en. Niks tegen Jurgen, maar ik kan gewoon niet PvP'en. En, ja, ik ben even in mijn holletje blijven zitten. En op dit moment was het moment dat ik echt blij werd. Want, ja, hier ging de console zeggen dat ik AFK was, maar ik was helemaal niet AFK. Ik zat me gewoon te verstoppen, want ze waren nog steeds rond aan het lopen. Ze waren echt de hele tijd rondjes om de bergen waar ik in zat aan het lopen. En ja, ik werd gekild omdat ik AFK was. En toen moesten we op naar de deathmatch. En toen gebeurde dit. Ik kreeg dus heel skeer de helft van mijn shit terug. Maar het belangrijkste wat ik miste was gewoon mijn fucking steak. Ik kreeg mijn steak niet terug. En zonder steak, dan denken jullie, ja, maar je kan toch niet regenereren. Maar ik wou wegrennen. Ik wou zo hard wegrennen als ik kon, want ik had het toch niet overleefd. Ik wilde eerst die andere uit laten vechten, dan misschien sneaky in de rug aan kunnen vallen. Maar nee, ik kreeg mijn steak niet terug. En ze gingen van 3, 2, 1, Ryo died. Wat een anticlimax. Godverdomme. Nee, even serieus. Het was een GG, well played. Ik had waarschijnlijk sowieso niet gewonnen, dus eigenlijk maakt het me helemaal geen zak uit. Maar wel jammer dat ik niet die kans heb gekregen om even weg te kunnen rennen. In ieder geval, dat was het eigenlijk alweer. Props to the winners.
Ja, bedankt dat jullie hebben gekeken. We hopen dat jullie het leuk vonden. Als jullie het vaker willen zien, vergeet dan niet even een like achter te laten en een comment. En zeggen Team Rayo for the win. Mycon Stack, Zink, kom op. Je had wel beter had wel kunnen blijven leven. Je had niet dood moeten gaan dan Enderman. Bla bla bla. In ieder geval, tot de volgende keer. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. En tot dan zeg ik later.